Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carijn Tukkens en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag ga ik een hele mooie krans maken. Ik kreeg veel vragen of ik weer eens een krans wil maken met verse bloemen. Dat gaan we vandaag doen, dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op en dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We gaan dus vandaag een mooie krans opmaken. Ik heb hem al even vol laten lopen met water. Nooit onder water duwen, zelf vol laten zuigen. En we gaan hem op een aparte manier opmaken. Ik leg je het weer stap voor stap uit. Deze techniek heb ik laatst al een keer laten zien in een taart. En we gaan hem nu toepassen in een krans. En dan zal ik jullie laten zien hoe apart je eigenlijk een bloemstuk kan maken, terwijl het niet moeilijk is. Dus we gaan gauw beginnen. Allereerst snijden we aspergistablad in repen. Let op dat hij wel aan het steeltje blijft zitten. Die steken we in een krans en dan draaien we eigenlijk als het ware het blad. En dan zet je hem vast met een speldje. En dat kan je eigenlijk alle kanten op doen. En je kan er wat echt heel veel draaien. Je kan ook gewoon zonder te draaien vastzetten in een krans. En dan ziet dat er zo uit. Echt al een plaatje en heel erg apart. Dan gaan we verder met de bloemen. Ik maak hem vandaag op in paasroze. Jullie zijn er gek op, want tenminste er wordt altijd goed op gereageerd. En ik verdeel dat mooi. Ik let goed op dat ik de bloemen goed schuin aansnij en dat ik ze er mooi diep in steek. Ik gebruik ook een gipskruidje, die steek je er ook mooi compact in. Vind je het makkelijker, kan je die even op draad zetten.
Kijk hoe prachtig mooi. Mocht je nu een gaatje zichtbaar hebben, dan gaan we die nog verder opvullen met aspidistra. Omdat ik juist dat luchtiger wil houden. En daarin ook diepte creëren. En ik ga nu juist de andere kant op. Dus net ben ik meer met de klok meegegaan met het aspidistra blad. Echt één kant op. En nu ga ik de andere kant op. En daarmee creëer ik nog meer diepte in de krans. Let goed op dat je ook echt langs de onderkant gaat. Zodat je echt het zeekschuim allemaal daar op die manier wegwerkt. En kijk hoe apart dit dan is. Kijk hoe geweldig deze krans is. Ik heb hem even op deze schaal gelegd. Ik weet niet of die nou in onze webshop staat. Maar dan zou je even kunnen kijken. Daar zou die wel heel mooi op staan. Maar je hebt ook heel veel andere mooie schalen. Kan eigenlijk overal op. Echt prachtig apart. Qua kleur heel mooi. Maar met het blad maak je het ook heel apart. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uolnaarbloemist.nl. Je vindt onder kopje cursuspakketten. En wees snel bij, want mijn op is op. En dan zie je mij bij een volgende video. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Dan mis je natuurlijk niks van alle leuke video's die online komen. En alle leuke nieuwe dingen in de webshop. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!